Leuk dat jullie kijken bij Q&A, Per en Justin. We gaan jullie vragen beantwoorden en hopelijk zijn jullie er blij mee. Ga je gang. Yes? Oké, okay. Dus Per, ik heb een vraag aan jou ook. Wie zijn jouw beste vrienden bij Jong Oranje? Ja, bij Jong Oranje ga ik vooral veel om met Kiel, Sven, Jurgen. Maar eigenlijk, ik denk dat wij een team zijn waar iedereen het wel goed met elkaar kan vinden. En, zeker. Ja, waar iedereen wel vrienden van elkaar zijn. Ja. Bij jou, Jus? Ik kan het wel goed vinden met Bakker natuurlijk. We luisteren de hele dag muziek en lopen het hotel rond. En nou, met iedereen eigenlijk wel. We hebben een goede band met iedereen. Dus ja, pingpong en alles. Dus, zeker. Ik denk, dit is een typische vraag voor Justin. Wie is meest bezig met de meisjes? Ik wist dat deze vraag zou komen. Dan weten jullie de antwoord wel, denk ik. Ik zal zeggen, ik. Per heeft natuurlijk gewoon een vriendin, die zit goed. En ik niet, dus ik zal zeggen ik. Hoog tijd. Wie weet. Mag ik eigenlijk vragen of je nou echt zo'n meidenmagneet bent zoals in de vorige aflevering benoemd werd? Sorry? Of je echt zo'n meidenmagneet bent zoals in de vorige keer gezegd werd? Of ik echt een meidenmagneet? Nou, denk ik niet, vader is ermee, denk ik. Maar, ja, een beetje misschien. Rick van der Veen vraagt of jullie de finale gaan halen. Ja, ik denk het wel. Daar ga ik vanuit. En daar gaan we alles aan doen, sowieso. Ja, toch? Precies. Daarvoor zijn we gekomen. 3 wedstrijden te winnen. Dus morgen de volgende en dan finale hopelijk. Wat denken jullie van die wedstrijd morgen tegen Duitsland? Ja, we hebben ze natuurlijk in de pool ook gehad. Dus we weten wel een beetje wat we kunnen verwachten. Maar ja, ik denk met onze kwaliteit en team dat wij hebben, dat we gewoon die wedstrijd kunnen winnen. Vorige keer was je trefzeker, hè, Justin? Ja, ja. Klein beetje geluk zat erbij. En hopelijk kan ik morgen weer trefzeker zijn en wat minder geluk en dan gewoon een mooie goal. Of misschien een voorzet op Per weer, dus ja. Zou kunnen. Nog beter. Ja. Wat wil je nog bereiken in je carrière? Met mijn land eigenlijk wel een EK of een WK vinden, dat zou heel mooi zijn. En Champions League, waarom niet? Ja, toch? Ja, voor mij ook denk ik Champions League winnen of EK of WK, dus gewoon het grootste toernooi winnen, is wel denk van elke voetballer zijn droom. Ja. Over 40 minuten speelt Nederland zelf talent tegen Schotland. Wat denken jullie van die wedstrijd? Ja, het is natuurlijk voor hun ook weer de eerste wedstrijd. De eerste keer dat ze weer met z'n allen samen zijn op voorbereiding van een groot toernooi. Dus ja, ik denk vooral een wedstrijd is waar iedereen fit zal moeten blijven. En toch wennen aan een nieuw systeem wat ze gaan spelen. En Jurgen in de basis, hebben jullie natuurlijk al bij hem kennen. Ja, ik heb niet met hem zelf gespeeld eigenlijk. Het is ook bij hem heel snel gegaan. Ja. En dat is leuk zeker. Ja, dat is natuurlijk mooi. Ik ken hem goed. Ik train elke dag met hem. Dus mooi dat hij het debuut mag maken en zijn kans krijgt. Een van de vragen die ook al gesteld werd. Jullie wel natuurlijk allebei natuurlijk al een keer bij het grote Nederlands elftal gezeten. Hoe was dat? Nou, mooi. Ja, was wel iets. Ja, daar werk je hard voor natuurlijk, hè, om bij het eerste te komen. En als je dat behaalt op een jonge leeftijd, waar wij allebei zeg maar, daar al bij zaten, is dat heel mooi. En hoe is het dan om weer terug te komen daarna bij Jong Oranje? Is dat dan even moeilijk? Nee, eigenlijk niet. Ik denk, voor mij was sowieso 1 keer dit seizoen echt bij de selectie. En eigenlijk daarvoor gewoon altijd bij Jong. En ook daarna gewoon rekening mee gehouden om EK met Jong te gaan spelen. Dus ja, dan is het niet heel moeilijk om daarbij aan te sluiten. Ja. Ik zie daar, wat is jullie droomclub? Maar laten we maar verder gaan naar de volgende vraag. Voordat er altijd weer wat wordt gezegd. En laten we eens even kijken hier. Oh ja, Cedric vraagt aan Per, als een echte Limburger onder elkaar. Oh, sorry hoor. Als echte Limburgers onder elkaar, wat is je favoriete fly? Zo, ja. Ik weet niet eens wat fly is volgens mij, wat is dat eigenlijk? Gewoon taart, gewoon. Dus je hebt hem nog nooit gehad? Limburgers. Ja, volgens mij wel fly, maar ja, ik weet niet precies wat dat ook weer was. Ja, gewoon zo taart. Nou, voor mij favoriet is wel, denk abrikozen fly. Dat is wel ook het bekendste en... Ja, daar kan ik wel een paar stukjes van op. Als ik op vakantie ben, ga ik het ook zeker doen. Lekker hoor. Ik zie hier ook nog eens. Heb je een tattoo? Nee. Nee? Nog niet en zal er ook niet komen. Just er wel. Ja, dan zal ik hem wel erop plakken. Pak die een van mij dan. Ja. Ik ben wel benieuwd naar Justin's favoriete vakantieland. Moet ik zeggen, Ibiza. Ik kom daar al eigenlijk mijn hele leven. En ik voel me wel echt een beetje thuis daar ook. Dus ja, ik heb dat naar mijn zin daar. Wat ga jij voor de zomer doen eigenlijk?
Gaat deze zomer naar Griekenland, eerst Santorini en dan Mykonos. Eerste keer op die twee eilanden, dus ik ben benieuwd. Lekker zeg. Jij, Ibiza dus? Ibiza, ik ga naar Ibiza, uiteraard. Uiteraard. Even kijken, wat voor vraag? Chantal. Er komt ook een vraag binnen via de chat. Of jullie nu na het uitschakelen van een titelfavoriet, wat Frankrijk natuurlijk was, zijn jullie nu de titelfavoriet? Dat moeten we aan hun vragen. Ja. Wij doen ons best. En, onze doel is wel de finale en ook om te winnen. Dus daar gaan we wel voor. Wat is jullie favoriete eten als je op vakantie bent? Ik moet zeggen, het ligt er eigenlijk aan waar je op vakantie gaat. Ik denk, als ik in Spanje ben, ik vind paella wel lekker. Maar dat zal ik in Griekenland bijvoorbeeld niet snel nemen. Dus het hangt een beetje vanaf waar ik zit. Ja, paella, daar kan ik me zeker in vinden. En Italiaans ook wel altijd, hou ik van. Zeker weten. Even kijken. Hoe is het om op een eindtoernooi te staan? Chantal vraagt dat. Op een eindtoernooi is wel heel mooi. Dat is natuurlijk, ja, elke wedstrijd is een finale, zo moet je het zien. Erin of eruit. En dat is het leuke eraan. Er is een prijs te winnen. Dus toch? Ja, ik denk kwalificatie en zo is natuurlijk anders dan een eindtoernooi. Maar uiteindelijk, die kwalificatie moet je natuurlijk wel winnen om daar te komen. Maar wat Justin ook zegt, elke wedstrijd gaat ergens om. Bij kwalificatie heb je natuurlijk 10 wedstrijden te spelen. Als je er in principe 2 verliest, dan kan je nog altijd doorgaan. Bij een eindtoernooi is dat zeker niet zo. Ja. Het is een beetje een apart eindtoernooi zo, hè? Het zijn 2 delen geknipt. Ja. Wat anders, maar ja. Elke wedstrijd moet je gewoon weer te staan en proberen te winnen. Dus dat blijft wel hetzelfde. Als maandag, dus het helemaal is een toernooi voor het, hoor. Ja, zeker. Dat is wel een goed gevoel voor in het team en dat doet ons goed, zeker. Ik heb hier nog even een leuke vraag, denk ik. Oh ja. Welke club zijn jullie begonnen? Welke club ben je begonnen? Bij mij, eerst mijn amateurclub, dus bij mij in het dorp, is FC Ria. Ja, ik denk dat niemand het kent. En vandaar ben ik een jaartje naar Roda in de jeugd geweest en vanuit daar naar Fortuna. Daar 8 jaar gezeten en toen naar Ajax toe. Jij bij? Welke club ben je begonnen? AFC De Dijk begon ik. En toen ben ik al eigenlijk heel snel ook naar AFC gegaan. En daar maar een jaartje gespeeld en toen ook naar Ajax gelijk vanaf mijn 8-9ste. Zo. Helemaal snel. De vraag uit de chat is wie er het vaakst in het midden staat bij de Rondo. In het midden staat bij Rondo? Zo. Zo, je staat het meest in de... Ik zeg gewoon Bakker. Zo'n Nederland. Ook wel Bakkertje. Ja. En misschien Ekkelenkamp staat er ook vrij aardig in. Stille Willy. Jurg. Wat gingen door jullie heen bij het winnende doelpunt maandag? Blauw. Ja, moeilijk te beschrijven. Het moment is gewoon blijdschap. Ik moet zeggen, ik was deze wedstrijd heel blij dat we geen verlenging hadden. Ik ook. Denk, voor de kramp was wel lekker dat we de laatste minuut scoren, ja. Echt een, lekker die... Ja, een beetje opluchting. Opluchting, juist. Ja. Echt... Maaier nam ik gisteren op Insta. Die zei dat hij helemaal niet meer kon herinneren eigenlijk na het doen. Dat het gewoon één zwarte waas was voor hem. Ja, snap ik wel. Het zijn mooie dingen toch ook voor Mairon. Belangrijke goals. Goede goals voor hem en voor het team. En was top. Dat was echt top. Hoe ging dat eigenlijk, het doelpunt? Ik denk in 3 passen stonden voor het goal. En daarom moet je gewoon tot het einde moet je gewoon blijven knokken. En die kleine momenten proberen gewoon echt kansen te maken. Dus de bal ging naar Kelvin en er lag heel veel ruimte achter. Dus ik dacht van ja, ik heb nog wel 1 sprintje in mijn tank. En ik trok hem. En hij gaf de bal goed mee. En dan leg ik hem gewoon klaar voor Mairon. En die doet zijn werk dan ook. Wist je zelf dat het geen buitenspel was op dat moment? Nou, je weet het maar nooit. En de vlag ging niet omhoog, dus dan blijf je gewoon rennen. Dat is de regel, denk ik. En gelukkig was het geen buitenspel ook. En zat er lekker in. Ja. Zijn volgende ronde nu. Precies. Toch wel lekker. Wie feest het hardst in het team? Wie feest het hardst? En na zo'n zegen bedoelen? Na een maandag bijvoorbeeld. Nou. Ik denk De Wit ook wel in Sierhuis. De Wit. Maar ik moet zeggen, Justin die loopt de hele dag met zo'n box op zijn nek. Ja. Dus je kan er ook wel wat van. Ja. Een beetje gezelligheid overal brengen bij de fysio's. Beetje muziek. En daar hou ik wel van. Ja, zeker. Tristan vraagt, wie is jullie favoriete oud-speler?
De Janus? Zo, oud speler, ja, dus die gestopt is. Ja. Nou, ik moet zeggen, degene die altijd mijn idool was, die voetbalde eigenlijk nog wel altijd. Mm. Dat was eigenlijk altijd Ramos, Piqué, toch wel dat soort spelers voor mij. Ja. Heb je er zelf ook veel van geleerd? Ja, tuurlijk. Ik kijk altijd hun wedstrijden op jonge leeftijd en zo. En dan kijk je wel naar zo'n spelers. En ja, toch probeer je dan op te letten van wat hun in bepaalde situaties doen. Voor jou, Justin? Eén daarvan is sowieso mijn vader natuurlijk. Dat is vlakbij. En daar kan ik ook veel van leren. Maar ook Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld, die speelt nu nog steeds. Maar die speelde 10 jaar geleden ook nog op het hoogste niveau. En daar kijk ik wel op, zeker. Dus Ronaldinho vond ik altijd heel gruwelijk. Dat zijn wel spelers, zeker. Het een van de vragen die al was binnengekomen was, hoe is het om in zo'n voetbalfamilie te zitten? Voor mij is het niet echt anders dan de rest, denk ik. Voor mij is het gewoon mijn vader. En ik vind het leuk, allemaal broers die voetballen. Het is leuk. Het is eigenlijk leuk. Gewoon heel normaal voor mijn gevoel. Ik ben niet anders gewend, dus ja. Jullie zijn wel aardig uitgewaaid over heel Europa. Ja, we zijn overal. Mijn broertje in Spanje, ik hier. Ruben in Nederland. Ik in Duitsland, dus ja. Hebben jullie veel contact met elkaar? Jawel. We hebben veel contact. Tegenwoordig kan je lekker FaceTime met elkaar, dus dat maakt het allemaal makkelijker. En zo in de vakanties ga ik ze wel proberen op te zoeken, zeker. Wat zijn je waarden na afgelopen maandag? Ja, super trots. En gewoon super trots. En op mij en ook op het hele team eigenlijk. Dus dat is wel leuk. Dat vind ik ook leuk om te zien. Lotte vraagt, welke club zouden jullie ooit nog willen coachen? Het liefste word ik geen coach. Ik ook niet. Ik weet dat ik na mijn carrière in voetbal denk ik eruit stap. En waarschijnlijk iets anders gaan doen. Maar ik zal wel zeker geen trainer worden in ieder geval. Weet je ook wat je zou willen doen dan? Ik moet zeggen, als ik geen profvoetballer was geworden, zou ik bij de politie gaan werken of ME. Maar ik denk, het ligt eraan hoe mijn carrière gaat, of ik dat nog ga doen natuurlijk. Ja, precies. Jij, Justin, ook geen coach? Nee, ik denk dat je me als assistentcoach misschien kan gebruiken een keertje. Maar gewoon voor de gezelligheid meer, voor de muziek. Ja. Maar als coach, nee. Ik denk niet dat me echt ligt. Maar wie weet. Aanstellen. We hebben geen aanstellers in het team. Het zijn allemaal mannen in ons team. En dat maakt ons ook zo sterk. Geen aanstellers. Nog meer? Erik vraagt aan Per of je over een paar jaar met Roma terug gaat naar Sittard. Ja, zeker. Ik ga daar wel wonen. Of het in Sittard is, weet ik niet. Misschien een dorp daarnaast. Maar in ieder geval mijn carrière wil ik wel, zoals het nu uitziet, afsluiten bij Fortuna. Dus dan moet ik wel terug, ja. Per, is Virgil van Dijk een voorbeeld voor jou? Ja, tuurlijk. Ik denk, misschien is hij het beste verdediger ter wereld op het moment. Natuurlijk nu met door zijn blessure niet, maar ik denk voor elke jonge voetballer of centrale verdediger is dat wel een voorbeeld voor iedereen. En ja, vooral voor mij als Nederlander kijk ik natuurlijk naar zo'n speler op. En ja, mag het wel een voorbeeld voor mij zijn. Toen je bij Nederland zelf was hij er ook, toch? Ja, het is alleen maar mooi om dan met zo iemand te mogen trainen. En het is toch een hele eer om dan mee te mogen trainen. Ik zie daar eentje. Voorspelling van vanavond, het oranje. Wat denk jij? Uitslag? Ik denk 1-3. Dus 3-1 overwinning. Jij? Dan zeg ik 3-2 voor Nederland. We hebben nog tijd voor twee vragen. Twee vragen. Twee goede vragen. Ik krijg een vraag of jij spelers bij Leipzig geplaagd, Justin. Ja, ik speel natuurlijk met Konaté en Upamecano. Twee goede vrienden van mij. Twee hele goede spelers. Jammer genoeg gaan ze weg. Naar twee goede clubs. En we appen natuurlijk, ik heb ze gezien na de wedstrijd ook. En plagen niet echt. Want hun wouden ook echt heel graag doorgaan, zei hij. En dat wouden wij ook. En toen zei ik wel tegen hem, je hebt wel lekker vakantie nu. Dus dat is het enigste voordeel. Maar ik denk dat hun ook wel liever in de halve finale staan, net als wij. Even kijken of er nog
Even kijken, laten we even kijken. Per, mag ik een shirtje van je als ik geslaagd ben? Ah, tuurlijk, laat maar weten. Als je slaagt, dan stuur maar DM. Stuur maar DM'ers, ja. Ah, iedereen gaat je DM'en nu. Ik ben geslaagd. Ik zag net vragen of Justin Noah mist. Ik mis Noah zeker weten, zeker weten. Ik had hem graag hierbij willen hebben. Dat is mijn maatje natuurlijk. Ook een hele goede voetballer. En jammer dat hij er niet bij is. Ja, zeker weten. Dat zou leuk zijn. Oké, top. We gaan het afronden. Okay. Wil je nog iets zeggen tegen de kijkers? Dankjewel. Dankjewel voor de vragen. Thanks voor de goede vragen. En, zeker. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Tot snel. Groetjes van ons. Peace.